Het gezicht van OUD-TV zit hier bij mij. Welkom, Timo Descamps. Welkom. Ja. Is het Descamps of Descamp? Descamps, dat is correct. Ik heb het goed uitgesproken. Oef. Welkom. Jij wordt trouwens 25 jaar deze maand. Hè? Ja, 27 mei is mijn verjaardag. Proficiat. Een kaartje sturen en een kaartje sturen. We hebben al taart. Kijk. We hebben al taart. Het is een goed begin. Zeg, je bent het gezicht van OUD-TV. Jij bent al langer uitgekomen dat je homo bent. Uit de kast gekomen heet dat dan. Waarom heb je dat gedaan eigenlijk? Want dat is zo in de BV-wereld zo een beetje... Ja, gewoon. Op mijn 16e wist iedereen dat al, mijn vrienden en mijn familie en mijn klasgenootjes en zo. Dus voor mij is dat nooit echt een issue geweest. Ja. Maar ja, dan word je inderdaad bekend. En ik heb dan steracteur, sterartiest gedaan. Dat was ineens zo, ja, het grote publiek en alle pers begon mij dan vragen te stellen en interviews ook over mijn privéleven en zo. Ja. En ik vond dat heel raar, dus ik had zoiets van, nou, ik wil daar eigenlijk helemaal niet over praten. Ja. Maar dan, na een tijdje had ik een relatie met Danny, mijn vriend. Ja. En dat was toch een heel stabiele relatie en ik voelde dat dat echt goed zat. En ik werd genomineerd voor de Musical Awards in Nederland. Ja. En ik wilde daar niet alleen naartoe, ik wilde gewoon, ik had zoiets van, ja, iedereen kan zijn of haar partner daarmee naartoe nemen, dus waarom zou ik dat niet kunnen doen? Ja, inderdaad. Ja. Ik heb dat toen gewoon gedaan en ja, voor ik het wist, stond half België op zijn kop. Dus, ja. Heeft dat jouw leven veranderd sinds de mensen dat wisten, of het grote publiek dat wist? Merk je daar iets van? Nee, eigenlijk niet echt. Het is gewoon minder vervelend als ik van die vragen krijg. Dan kan ik daar gewoon een eerlijk antwoord op geven zonder dat er echt een ding van gemaakt wordt. Maar ja. Verder, nee, eigenlijk is er heel weinig veranderd. Ja. Het is wel zo dat het feit dat jij dat hebt bekendgemaakt, dat je gewoon bent, en anderen, Bart Kuil is gevolgd, Luc Appelman is gevolgd. Er is zo'n stroom gekomen van mensen die zeggen van, ik kan het eindelijk vertellen. Heb je dat gevoel ook een beetje in het BV-landschap? Ik denk dat dat sowieso in het algemeen wel heel hard veranderd is. Dat mensen daar minder een probleem van maken en dat er zeker in bepaalde milieus en kringen niemand meer van opkijkt. Ja, ja. En ik denk dat dat zeker een goede zaak is, dat bekende mensen daar dan zelf geen ding van maken. Want dan is dat eigenlijk een goed voorbeeld naar de maatschappij toe. Van, ja. Van kijk, het hoeft helemaal niet zo'n probleem te zijn en je kunt er gewoon over praten zonder dat het eigenlijk... Ja. En jullie zijn ook niet ziek of zo, gewone mensen zoals iedereen, laat dat duidelijk zijn. Hè? Maar het is wel opvallend dat er toch een soort tolerantie aan komen is. Hè? Langzaam maar zeker, wat ook nodig is, want ja, homo's, lesbiennes werden soms nogal scheef bekeken als men het wist eigenlijk. Hè? Is dat toch een goede zaak dat er meer openheid komt? Ja, ik denk dat zeker wel. Dat het echt een groot probleem was, dat is een beetje van voor mijn tijd. Dus ik heb daarin wel heel veel geluk gehad, natuurlijk. Ja, je hebt dat nooit meegemaakt. Nee, ik denk dat iemand als Bart Kael of Luc Appelman daar toch vroeger wel veel meer problemen mee had. Dat die dan echt heel hard erover moeten nadenken van, kan ik daarover praten of hoe moet ik dat aanpakken? En ook met imago bezig zijn, hè, van die alle schoonzoon en zo. Maar dat speelt nog niet zo lang geleden. Ik bedoel, toen ik zelf nog kind was, toen was er bijvoorbeeld Get Ready. Ja, dat waren dan allemaal meisjesidolen. Ja. En die mochten dan zeker nooit over hun geaardheid praten. Dus dat zijn dingen, dat is eigenlijk nog niet zo lang geleden. Ja. Maar ik heb die dingen nooit meegemaakt. Ja. Dus voor mij was dat altijd...